Vanavond is er rond 8:30 een grote brand gemeld in het monumentale CHB-gebouw aan de Cartesiusweg. Meerdere brandweerauto's en hoogwerkers zijn uitgerukt en de Cartesiusweg is afgezet door de politie. In het CHB-gebouw bevinden zich onder andere muziekcomplex DB's, Studio Moskou, het filmcafé, Oproer en het podcastkantoor. Het lijkt erop dat de brandhaard bij een parketbedrijf zat, aan de kant waar ook de ingang van DB's zit. Het AD meldde dat de brand rond 10 uur onder controle was en dat DB's gespaard was gebleven. Eigenaar Paul de Brabander zou dit hebben bevestigd. Na dat tijdstip vonden er echter nog wel bluswerkzaamheden plaats en aan de kant van het filmcafé kwam er ook nog rook uit het pand. Rond 11 uur meldde de brandweer, nadat ze het pand waren binnengegaan, dat er nog veel onzeker was.